Goedemiddag, nobele onbekende. Goedenavond. Kan je mij goed horen? Ja, ik versta je perfect. Oké. Ik zag mensen die aan het dansen waren, aan het springen. Ik hoorde muziek. Ik zag het meisje op het bed staan. Ik heb eigenlijk een hele poëtische voorstelling gezien. Heel sterke, aangrijpende voorstelling. Ik heb een toneelstuk gezien waarbij een vrouw naar mijn mening werd verscheurd door haar onderliggende gevoelens na de dood van haar pasgeboren kind. Ik zag een bed staan en vier acteurs. Visueel vond ik het heel meeslepend, alsof je in een kokonnetje, kleine leefwereld van die vrouw kwam, al uw aandacht naar haar, naar de emotie, mooi. En wie waren die drie andere personages? Kan je dat beschrijven? Ja, volgens mij waren dat dus haar gevoelens. De agressie, het medelijden en de zotheid. Ja. Agressie, medelijden en zotheid? Ja. Ik denk de drie stappen in een rouwproces. Dus, dus inderdaad ontkenning, boosheid en acceptatie. Dus degene die dansend door het leven gaat, die zegt: het leven is niet gemaakt om mistroostig en alleen te zijn. Dus dans, dat is voor jou de ontkenning. Ja. En van de drie persoonlijkheden, welke vind je het interessantste? De ontkenning ook, denk ik. De eerste. Is dat hoe jij zelf in het leven staat? Wellicht een beetje. Dat lijkt me een mooie manier van in het leven staan. Ja en nee. Het is een hele makkelijke manier om je zorgen niet te hoeven delen met anderen. Terwijl dat soms misschien kan helpen. De vrolijke. De optimistische. Je hebt een heel positieve kijk op het leven en wou ook gewoon verder gaan. Hoewel dat hij hem natuurlijk ook uiteindelijk kapot heeft gemaakt omdat hij te vrolijk was. En dat kun je niet blijven volhouden. Maar die spreekt mij wel het meeste aan. De danser die zegt: het leven danst en wie zou ik zijn om niet mee te dansen? Is dat zo? Het leven danst helemaal niet. Ik denk de woede en de agressie. Misschien is dat wel de kortste weg naar een oplossing, een rust, een soort van catharsis. De agressie. Fantastisch gespeeld, vind ik, als jonge gast. Hoe hij met die emoties omgaat. En ik vond het eigenlijk heel goed. Ik vond het eigenlijk heel goed. Dus ik ga er in mijn gedachten van uit dat je zoiets moet hebben meegemaakt om er echt goed over te kunnen schrijven. Dus ik was gewoon heel benieuwd hoe zo'n thema dan tot stand is gekomen in zo'n jonge groep schrijvers en acteurs. Dus jouw manier is niet dansen, dansen, dansen. Oei, dat gaat hier ook over mij. Uiteraard. Ja. Weet je wel, het is een biechtstoel voor iets, hè? Ja, natuurlijk, het is een biechtstoel. Nee, ja, dansen, dansen is ongelooflijk belangrijk. Maar onderweg moet je misschien eens even goed kwaad maken op jezelf, op de wereld, op anderen, om de negatieve dingen kwijt te raken. Hoewel, dat kun je ook door dansen. Oei, nu begin ik te twijfelen. Ja. Ik denk dat je echt door al die stadia heen moet. Ja, ik vond dat heel mooi geacteerd. Ik had echt niet verwacht dat je zo op die manier echt in je rol kunt zitten. Word je soms agressief? Wel, ik kan meestal mijn kleren aan, hè, als ik agressief word, maar... Ja, dat doel je op de prijsscène op het einde, hè? Ja, inderdaad. Wat vond je van de naaktscène? Een goede poging om een soort van heftigheid te onderstrepen, maar het had subtieler gekund. Ah ja, wat een prijsscène op het einde. Ik had kijken naar de gitaar. Het werd een beetje schreeuwerig. Het werd voor mij persoonlijk niet, of deels niet. Zeg. Ja. Omdat ik de tekst heel sterk vond in juist dat stuk. Ja, en dat is nu een heel speciale vraag, want ik ben de moeder van Lucas. Ja, dat was een beetje lastig. Ik heb met hem de discussie gehad op voorhand. Ik zeg Lucas zelden meerwaarde naakt zijn als in theater. Maar ik vond het toch een heel sterk beeld, visueel heel mooi beeld, maar het duurde mij echt te lang. Als je het nu minder lang zou doen, dan zou het sterker zijn. Uiteindelijk kan ik ermee leven. Maar ik heb wel al twee bolletjes gedronken om het even weer te spoelen. Ja, ik begrijp de reactie van een moeder die inderdaad haar zoon daar zo in volle glorie ziet staan. Ja, ik dacht dat hij nog een heel klein pitje had, maar dat is niet. Voilà, zo leer je nog iets bij, hè. Voilà, oké. Heel erg bedankt voor het gesprek, mevrouw. Ja, jullie ook, dag.